Zo, het is weer donderdag, dus we gaan eens even weer de Delftse kranten lezen. En ik zal hem deze keer eens rustig op verzoek op en neer bewegen, zodat je, als je wilt, de hele krant ook zelf kunt lezen als je hem even stilzet, deze film. De oprechte Delftse krant van precies 45 jaar geleden, 1970. En door is er een verslag van de brandweer. Bijna 250.000 schade bij branden in Dalfsen en Lemelenveld. En we pikten er even een klein stukje uit en dus ziet het Dalfser korps moest in het verslagjaar 14 maal uitrukken. De grootste schade werd aangericht bij de brand in de maalderij van de firma Fakkert te Honost. 20.000 gulden schade. In de overige gevallen varieerde dat van geen schade tot 12.000 gulden en dat betrof de vrachtauto van D. van de Veen te Oud-Leusen. Nou, dan is hier ook ruimte voor droevig nieuws, want er is een ernstig ongeluk gebeurd op de Nieuwstraat van Lemelerveld. Kind van 9 jaar verongelukt. De bijna 9-jarige Jaap Ophof uit de schoolstraat te Lemelerveld is dinsdagavond omstreeks 7:15 dodelijk verongelukt in de Nieuwstraat te Lemelerveld. De jongen werd door een personenauto aangereden en overleed kort daarna aan de bekomen verwondingen. Hij zou aanstaande zaterdag juist 9 jaar zijn geworden. En er is van diverse zijden al meermalen op verbetering aangedrongen van deze weg, onder meer door plaatselijk belang Lemelenveld, omdat de Nieuwstraat de gemeentegrens vormt tussen Ommen en Dalfsen, moet dit door beide gemeenten uitgevoerd worden. Dus dan zie je wat voor consequenties die splitsing in gemeentes ook had. Dan is hier een bericht over Huize Gerner, daar wordt namelijk belangrijk uitgebreid. In deze dagen heeft de aanbesteding plaatsgevonden voor een belangrijke uitbreiding van het conferentiewoord Huize Gerner. De aanbesteding geschiedde in opdracht van het ministerie voor maatschappelijk werk, waartoe Huize Gerner behoort. En de laagste inschrijver was het bouwbedrijf K.A. Riesebos, voorheen firma H.J. Dijk, te Dalfsen. Met deze verbouwing is een bedrag gemoeid van ruim 200.000 gulden. Huize Gerner heeft sinds 1960 de bestemming van conferentiewoord. Daarvoor deed het gedurende 5 jaar dienst als kinderhuis, waarin kinderen uit probleemgezinnen werden opgevangen en begeleid. Het betrof hier een soort experiment en alles was op vrijwillige basis, dus niet op voordracht van een voogdijraad of reclassering. Nou, allerlei verenigingen zijn in dit gebouw te gast geweest, waaronder ook de heer J.H. van der Bos met zijn voordrachten enorm veel plezier en voldoening wist te brengen bij deze oude mensen die zoveel missen. Voor hen gaat de spreuk die wij achter op een kaart van Huize Gerner aantroffen zeker op. Hij die hier binnen gaat, ziet al zijn hoop herleven. Dan is de jeugd van Lemelenveld actief. Namelijk met plaatselijk milieubehoud. Dat was een term die was dus in 1970 in opkomst. De jongeren van Lemelerveld hebben de afgelopen week een actie gehouden met als inzet het milieubehoud in Lemelerveld. Daartoe gingen zij daadwerkelijk aan het werk door een gedeelte van het Overijsselskanaal midden in het dorp schoon te maken. Aan beide zijden van een kanaal maakten zij bij de taluds over een afstand van 15 meter schoon. Vrouwelijke medewerking kregen zij van de jonge dames die vanaf een platte wagen toepasselijke liederen zongen om zodoende het publiek er met de neus bovenop te duwen. En een van de problemen is onder meer het rattenvraagstuk. En dat werd ook op deze foto eventjes goed duidelijk gemaakt. Pas op overstekende ratten. Ik doe nog even de eerste pagina van boven naar beneden, zodat je u rustig kunt lezen. Misschien moet je de film even stilzetten. Dan heb ik hier nog een berichtje, dat is cursief, dus dat is van de redacteur zelf. En Guido over plaatselijk belang. Waar blijft een vereniging plaatselijk belang Ankum? Die vraag stelden we vorige week in ons artikeltje over de leefbaarheid van het kerkdorp Honost. Het ziet er naar uit dat die vereniging er gaat komen. Elders in dit nummer reageert namelijk een lezer uit Ankum op onze vraag. En deze lezer roept belangstellenden op contact met hem op te nemen en te komen tot de oprichting van een vereniging plaatselijk belang Ankum. Hier is dus sprake, eindigt de redacteur, van een direct contact tussen gemeentebestuur en de bevolking. En dat achten wij uitermate belangrijk.
Ook als zodanig is het dus een zinvolle taak voor de vereniging Plaatselijk Belang. Een dergelijke vereniging zou ook in dorp Dalfsen zeker op haar plaats zijn. Dus de redacteur die krijgt de smaak te pakken en die doet een nieuwe oproep, nu voor een plaatselijk belang in dorp Dalfsen. Maar dat ging allemaal niet zo snel als in Ankum, want dat heeft, dacht ik, nog wel 30 jaar duurt voordat er eindelijk eens een plaatselijk belang was. De volgende pagina is pagina 5. Nou, dat zijn allemaal inmiddels voor ons bekende advertenties van de Simca 1000 met zijn geweldige lijn. En nou, vorige week de aanbesteding van de melkfabriek in Dalfsen is nu de melkfabriek Onderling Belang in Nieuw-Leuzen aanzet. Want die wenst aan te besteden 8 melkritten voor het jaar 71. Dus Dalfsen deed het vorige week voor 2 jaar, maar in Nieuw-Leuzen moet je elk jaar opnieuw. Als melkrijder. Gegarigden wordt uitgenodigd voor een voorlichtingsmiddag op woensdag 4 november aanstaande. Dus je hebt wel eerst voorlichting. Dat is dan wel weer mooi. Nou, eens even kijken wat de Centra heeft. Ja, die is ook aan de moderne tour. Spinazie uit de diepvries. Ik denk dat het toch nog vrij vers was toen. Ik bedoel, vers. In de zin van dat het er nog niet zo lang was. Spinazie uit de diepvries, pak 450 gram. 49 hele centen. Dan is er concurrentie op de spaarmarkt. Want er is een club, die komen we straks nog tegen, die giet tot 7%. Maar de NMS, met een agent in Dalfsen, namelijk GW van de Vecht aan de Brandkolkstraat, die biedt maar liefst 4,5 tot 8,25%. Kijk. Nou, op de volgende pagina is weer voor de helft gevuld door Rientje Zelfbediening. Dat was echt een grote adverteerder toen. Kijk, hier is de eigen haard, de Wilhelminastraat. Die komt niet hoger dan 7%, hè? Concurrentie. Dan worden je damesjumpers en herentruien aan de beunen. Speciale aanbieding, een damesjumper van lamswol met lange mouw, 18,75 gulden. Ik zou zeggen, onmiddellijk kopen. De korte mouw is 15,75, dus twee mouwen voor 3 euro. Alles in verschillende prachtige kleuren, zie etalage. En wie is die goedgunstige? Dat is de firma G.H.J. Vrijling aan het Kerkplein te Dalfsen. Dan is hier de laatste rechterpagina en die begint met 30% korting op de laatste restanten in onze uitverkoop. Levensmiddelenbedrijf Ris de Lange aan de burgemeester van Bruggeplein. Daar zit ook de gemeente natuurlijk. En wat heeft die van mededeling? De gemeentelijke kantoren en diensten zullen... op woensdag 4 november aanstaande, dat is namelijk de Overijsselse Dankdag voor het gewas, gesloten zijn. Het bureau van de burgerlijke stand zal op die dag geopend zijn, dus morgen van 8 tot 9, zodat de jonge vaders zich kunnen melden. Dus, in verband met Dankdag was het gemeentehuis nog gewoon dicht. We zitten inmiddels weer in de kleintjes en door pakken we er eventjes een paar uur. Want je wordt namelijk gevraagd een zo goed als nieuwe blauwbrander. Nou, ik heb het niet over zeggen, ik weet ook niet wat het is. Het is in ieder geval een kachel op oliestook, Manenweg 18 in Oud-Leuzen. Dan is er te koop een zo goed als nieuwe trapnaaimachine van het merk Singer in de kast. Oh nee, in kast. Bij. Haha, Buurink aan de Ankermestraat 11. En plus minus 1 hectare beste knollen op Scheurland. Bij H.J. Diepman, Hessenweg 40, te Dalfsen. Allemaal leuke aanbiedingen die je tegenwoordig niet meer ziet. Nou, kijkt u hem rustig wat er verder te koop is. Zet de film maar hem stille als je het rustig wilt lezen. Maar ik ga zo naar de volgende pagina. En dit is de pagina waar de ijsclub Stokvis Dennen, die was toen nog maar net opgericht, nieuwe leden werft. Nou ja, werven. Het giet met enige druk. Men doet voorkomen alsof er een wachtlijst is. Want nieuwe leden dienen zich voor 15 november aanstaande op te geven. De contributie voor leden bedraagt. En dan komt er een hele serie. Let op. 17 jaar en ouder, 7 gulden 50. Jonger dan 17, 5 gulden. Een gezinslidmaatschap is ook 7,50 per jaar. Dan extra voor het eerste kind. Dus gezin.
Dat zal dan wel voor vader en moeder wezen. En dan komt er 4 gulden bij voor het eerste kind, 3 voor het tweede kind, 2 voor het derde kind en 1 voor het vierde kind. En wat er voor het vijfde enzovoorts kind betaald moet worden, is zeer onduidelijk. Maar kennelijk was de gezinsverkleining ook toen al actief. Dat het niet meer zo actueel was hier in Dalfsen. Nou, dan is hier ook een bijzonder bericht. Namelijk de veiling van de gehele boerenvoortvaring. Opheffingbedrijf wegens ziekte. Ik weet niet wat voor ziekte erachter ging. Waarschijnlijk iets heel vervelends, dus het is niet zo'n mooi bericht. Notaris G.H. van de Veen te Dalfsen is voornemens op woensdag 28 oktober voormiddags 9:30 ten huize en verzoeken van de heer G.J. Hoekman Westerkampen 3 te Dalfsen publiek te verkopen de melkrijke veestapel bestaande uit 14 melk- en kalfkoeien, 1 drachtige pink en 4 graskalveren. Type Friese Holstein, allen TBC, allen TBC en abortus vrij. Vierkant stempel. Landbouw, melk en deelgereedschappen, alles in zeer goede staat, te weten een tractor Ferguson met maaibalk en 2 nieuwe messen. En 1 scharige ploeg. Een nieuwe Velda hooischudder op aftakkers, hooi dragen, lelie, kunstmest strooien, balansploeg. 2-wielige kar achter tractor, sleep, kar, weide, sleep voor 2 paarden. Eggen, dit was een bedrijf wat in overgang was van paard naar trekker, dat is duidelijk. Hooi blazen met T-stuk, een mulos, 7 pk. Een giertank en een gierpomp met elektromotor en nog een handgierpomp. Paardentuig. 1 span, gas, kanje, melkmachine, melkleiding, melkwagen voor 15 koeien. En ongeveer 35.000 kilo geventileerd hooi. Dus niet in balen. Kuilvoer van ongeveer 1,3 hectare meigras en wat verder zal worden voorgebracht. En dat zal dan wel de heuvurken en de melkemmer wezen. Betaling contant, bezichtiging 1 uur voor aanvang der verkoop. Ja, erfus. Dat maken we ook niet vaker meer mee. Dit was deze pagina. De volgende pagina die begint met de OLM. De Overijse Landbouwmaatschappij. Die had een vergadering. En ik lees hier dat voorzitter D. van der Stouwen heeft in zijn inleidend woord de situatie in de landbouw besproken. En daarbij onder meer de verslechtering in de varkenshouderij aanhaalt. Maar wellicht valt het allemaal nog wel mee, want zaten we vorig jaar ook niet met een enorme boterberg? Hier is de tafeltennis ASC. Inmiddels jaren ter ziele, maar toen nog een eerste team van ASC speelde dinsdagavond een thuiswedstrijd tegen Derova. Dat is ook exit. Derova 2 uit Den Hulst. Dat men steeds beter ingespeeld raakt, bewijzen de uitslagen van de laatste tijd. Werd vorige week Flits 6 uit Zwolle met 7-3 verslagen. Thans werd met niet minder dan 10-0 gewonnen. Zo doorgaande moet dan ook de promotiegroep kunnen worden gehaald. Dit laatste lijkt niet weggelegd voor AC2, dat ook nu weer werd ruimschoots teruggewezen door Kwiek 4 uit Raalte. En wel met 1-9. Een hele pijnlijk verlies. Nou, eens even kijken wie er geboren bent, 45 jaar geleden. Dat is Klazina, Geesje, dochter van J.W. Seinen en J.B. Bremmer, de Stouwe 5. En verder, Dirk Johan, dat is een zoon van Geer van Leusen en O. Bos. A, 238. Jolanda, dochter van Peter Weert en J. Prins. En die woont aan de Kringsloot West 1. Charlotte Johanna Maria, dochter van A.B.J. Jacobs en M.M. Jacket, Bloemendaalstraat 6. Die mensen zijn dus nu allemaal 45. Hier is dan een verslag van de katholieke plattelandsjongeren in Dalfsen. Die aan ook in de kantine van Camping Genner een ledenvergadering waarop voorzitter Wim Hilgenkamp een groot aantal leden kon verwelkomen als mede 2 afgevaardigden van het kringbestuur. De voorzitter hanteerde deze avond voor de laatste maal de hamer. Daar hij niet meer herkiesbaar was, zijn plaats werd na stemming ingenomen door mejuffrouw Ria Kloosterman. Zodat de KPJ voortaan een presidente heeft. Je ziet aan alle kanten de vrouwen oprukken in het bestuur van de maatschappij. Nou, hier 2 berichtjes. Verkoopboerderijtje. De heer J. Postuma heeft zijn boerderijtje aan de Vlierhoeksweg door bemiddeling van het makelaarskantoor Vista verkocht aan de heer B. Boerman te Hessem.
En de heer A. Roddenhoff gaat zijn winkel in huishoudelijke en luxe artikelen, huishoudelijke en luxe artikelen, als mede speelgoed opheffen. De komende week wordt reeds een aanvang gemaakt met de uitverkoop om plaats te maken voor de nieuwe bestemming, dameskapsalon die de zoon, Henk Roddenhoff, erin gaat vestigen. Ruim 30 jaar geleden opende de heer Roddenhoff in Dalsen een bescheiden winkeltje in galanterieën en speelgoed. Dat was aan de Vechtdijk, maar na de oorlog werd het huidige pand aan de Wilhelminastraat betrokken. Ruim 2 jaar geleden werd de winkel nog belangrijk uitgebreid en gemoderniseerd. Nou, wat ook leuk is, is er is hier een gouden echtpaar in Ankem. De kwaliteit van de foto laat toch nog net zien dat burgemeester Volgers hier een hand geeft aan de bruid. En de bruid is door ook in stemmige kledij, net als de bruidegom. Zoals dat toen bij 50-jarige huwelijken ging. En het gaat hier om het echtpaar H. van der Linde van der Kamp. De Beze 13. 50 jaar werd gevierd bij Urbana met de hele familie en het werd een soort reunie. Buren, kennissen en burgemeester Volgers en dominee A. Bakker. Die kwamen allemaal even langs om de gelukwensen over te brengen en ik denk ook nog een paar borreltjes mee te nemen. Echtpaar van der Linde heeft niet altijd in de gemeente Dalfsen gewoond. Aanvankelijk hadden zij een boerderij onder Zwolder Kerspel. Op de grens met Dalfsen. Maar in 1936 gingen ze naar Serenbroek. Om zich vervolgens in 1940 op de ouderlijke stee op de Beze te vestigen. Daar heeft inmiddels een zoon de boerderij voortgezet. Zodat de echtelieden van een welverdiende rust kunnen genieten. Een rust die wij en nog Ganen vele jaren in goede gezondheid toewensen. Zo, dus feestjes. Nou, geslaagd. Iedereen die toen een diploma haalde, dat waren ook allemaal in de krant vermeld, hè. Hier gaat het weer over de voetbal. En deze week kijken we eens even wie er in de lagere regionen mag spelen. Want ASC 4, die moet hier ze komende zaterdag spelen tegen ASC A. Dat zou wel A1 wezen. Om 1 uur. Alle A-junioren worden verwacht. En de volgende senioren. J.H. Ekkelenkamp. A. Geers. E.J. Goos. H. Heuvelman. H. Kappert. B.J. van Keulen. H.J. Kijk in de Vechten. G.J. van Leuzen. D.J. Muilerman. F. Nijhoff. H. Sandink. En B. Wonink. Dat zijn de mensen die de blauwe witten komende zaterdag met vertegenwoordigen. Dan is er in Honorst maar liefst 3 dagen bazaar geweest. En de netto opbrengst die was 4000 gulden. De bazaarcommissie bestaande uit G. Koerhuis, P. Geurts, A. Eikelkamp, T. Braam, W. Bruggeman en T.H. Bourgogne heeft enorm veel werk verzet, waarbij men echter alle steun heeft gehad van de leden. Nou, het krentenbrood was 8,5 kilo. De sportuitrusting 2170 gram. In de fles zaten precies 1572 etten. En de mooie pop, die luisterde naar de naam Aukje. Ja, ja. Nou, Joop Koerhuis en P. Geurts. Ja, dus. Er was nog wel verschil tussen iemand die met de voornaam gaan kon spreken en iemand die met de voorletter werd aangesproken. Maar die hulden de spanning erin, want dat deden ze met het Rad van Avontuur. En vooral de meisjes van de tennisvereniging hadden met hun vriendelijke gezichtjes de loten steeds heel snel geplaatst. Dan steken wij even 1 kolom over en dan lezen wij dat Pater Bisschop ziek is. Onze plaatsgenoot Pater Bisschop, hoe kun je het mooier in naam samenvatten, moet een gedeelte van zijn verloftijd in Nederland in het ziekbed doorbrengen. De missionaris is herstellende van een tropische ziekte en ligt in het Sint-Franciscus-gasthuis in Rotterdam. Nu reeds 6 weken. Zij die deze energieke plaatsgenoot eens willen verrassen, kunnen hem vinden op kamer 156 of bereiken via de wegen van de PTT. Het zal duidelijk zijn dat hij geen bezoek of post krijgt van de Papoea's, waar hij al zoveel jaren onder zeer moeilijke omstandigheden dienstverlenend heeft gewerkt. Nou, dan mag die mensen hem toch juist wel eens post sturen, maar goed. In Oud-Leuzen was een vergadering van de kleuterschool, dat was toen een apart bestuur. En dat bestuur besluit om zich
een tweede leerkracht aan te stellen. Dit omdat reeds 17 kinderen op de wachtlijst staan. Voorlopig neemt men, hoewel met tegenzin, genoegen met het laatst gebouwde lokaal van de oude christelijke school als onderkomen. Want de christelijke dagschool in Oud-Leuzen is vanaf maandag jongstleden gehuisvest in het gloednieuwe schoolgebouw. Dat in een betrekkelijk korte tijd voltooid en opgeleverd werd. Op woensdag 11 november, 's middags om 1:30, zal de officiële opening plaatsvinden. En de oude school in Oud-Leuzen, die wordt afgebroken. En dat is dan niet die school waar de kleuterschool naartoe moet, maar een voormalig openbare schoolgebouw aan de Parallelstraat in Oud-Leuzen is momenteel in slopershanden. Het gebouw staat al sinds 1 april van dit jaar leeg nadat het filiaal van de textielfabriek Schuttersveld per die datum was opgeheven. Ruim 12,5 jaar was het daarin gevestigd geweest, doch vanwege een interne reorganisatie ging Schuttersveld destijds tot sluiting over. Gegadigden voor het oude schoolgebouw waren er wel, maar de gemeente heeft de voorkeur aan sloping gegeven. Recht van eerste koop van de grond heeft de heer Emansier, die een en ander bedong toen hij naast het schoolgebouw een supermarkt bouwde. Van hem vernamen wij dat hij momenteel in onderhandeling is over de aankoop van deze grond voor verdere uitbreiding van zijn zaak. Nou, en als je het dan over uitbreiding van de zaak hebt, dan hebben we hier nog een leuke, namelijk Lochtenberg in Hessem opent een nieuwe kruidenierszaak. Kijk, de familie J.M.E. Lochtenberg te Hessem heeft vorige week een nieuwe kruidenierszaak in gebruik genomen. De officiële opening geschiedde door de heer G. Oude Vrielink uit 's-Hertogenbosch, een familielid en tevens architect van de nieuwbouw. Hij kreeg daarvoor de sleutel aangeboden door de 7-jarige Jody Lochtenberg. De opening geschiedde in aanwezigheid van onder meer burgemeester Volgers van Dalfsen en waarnemend gemeentesecretaris J. de Vries. De familie Lochtenberg beschikt nu over een ruime winkel met daarachter een groot magazijn en daarnaast een nieuw woonhuis. Van het oude pand is niets meer terug te vinden. Het werk is uitgevoerd door de firma Hutten uit Limmerveld. Aldus de middenstand in Hessem, Weilen. Limmerveld, de Nijl, die stoot een pijp af. De Nederlandse ijzerconstructiewerkplaats Limmerveld heeft een begin gemaakt met het slopen van de ruim 35 meter hoge schoorsteen aan de westzijde van de fabriek. Net zoals zoveel andere kunststukjes verrichten arbeiders van de Nijl dit werk zelf. Zaterdag waren werklui bezig met de top van de schoorsteen, hangend onder een enorme plastic scherm die met een zeer hoge kraan op de schoorsteen werd gehezen. Sloegen de werklieden laag voor laag af en lieten het puin binnen in de schoorsteen naar beneden vallen. De schoorsteen, een markant teken aan de horizon van Limmerveld, moet het hemelveld ruimen, omdat dit bouwsel bouwvallig is geworden. Nou, en dan sluiten wij af met dit stukje. Waar al in het begin op geduid werd, namelijk een schrijvende lezer die zegt: als reactie op de leefbaarheid in de Delftse krant van vorige week, naar aanleiding van de regel tussen haakjes, waar blijft een dergelijke vereniging in Ankum? Gaarne het volgende. Al jaren koestert het ondergetekende de wens om ook in Ankum een vereniging plaatselijk belang te hebben, die op de bres kan staan voor de leefbaarheid in de wijk Ankum. Zo'n vereniging zou dus moeten bestaan uit mensen van alle gezinten om gezamenlijk op te komen voor de algemene belangen. Wij moeten ons, als dat nodig mocht blijken, ons gezamenlijk kunnen presenteren bij de overheid of andere instellingen. Zij die belangstelling hebben de stoot te geven om tot oprichting van een dergelijke vereniging in Ankum te komen, zou ik gaarne willen uitnodigen zich met mij in verbinding te stellen. Aldus, Harm van Lente, Vossersteeg 34 te Ankum. Nou, met deze positieve oproep beëindigen wij weer de Delftse krant van deze week. Waarbij ik natuurlijk nog eventjes moet zeggen dat hier een liter eigen gemaakte erwtensoep beschikbaar is bij de Vivo. He, dus meld u donderdag 5 november eigen gemaakte erwtensoep. En de plaatselijke belang Oud-Leuzen, ook nog een nagekomen mededeling, die vergeet een algemene ledenvergadering houden. En die zegt ook: trouwe opkomst is gewenst. Aldus de Delftse kranten van deze week. Tot volgende week.